Oké, okay, IJsseltuin. We zijn inderdaad in 1997 begonnen. Inmiddels met het maken van cd-rommetjes. En wij werken bij IJsseltuin vanuit het principe dat we geloven dat mensen van nature nieuwsgierig zijn en intrinsiek gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen. Daarmee pakken we eigenlijk alle projecten op. Dat doen we al 22 jaar. We zijn ooit begonnen met Meesters van Macht, een cd-rom in 1997. Waar kinderen spelen en wij ze wat leerden van elementaire natuurkunde. Wat voor mij wel weer heel erg leuk is, dat ik steeds vaker jong professionals tegenkom die zijn opgegroeid met onze spellen. Dus dat is dan wel weer leuk. Inmiddels gebruiken we eigenlijk alle technologieën. Sommige daarvan zal ik ook straks benoemen. Er werken ongeveer 5 mensen bij ons. Het motto wat ik heb is dat ik wil kunnen maken wat we bedenken. Helemaal aan het begin had ik een ander motto. Dat had ik gejat van een New Yorks reclamebureau. En dat was stay small, think big, make money. Maar ik kwam erachter dat als je heel klein bent, dan loop je het risico dat je niet kunt maken wat je belooft. En ben je dus afhankelijk van andere partijen. En ik weet niet wat jullie ervaring is, maar mijn ervaring is dat goede freelancers hebben het altijd te druk. En de freelancers die direct beschikbaar zijn, zijn niet altijd de freelancers die je zoekt. Dus vandaar dat we hebben gezegd, ik wil ergens zo rond de 35, 40 mensen zijn. En niet groter, omdat je dan een andere bedrijfscultuur krijgt. Wij zitten in 4 belangrijke segmenten in de Nederlandse markt. Health, daar heb ik straks een voorbeeld van. Dus we maken veel games voor de gezondheidszorg. Zowel voor patiënten als voor zorgprofessionals. Musea, daar heb ik ook een mooi voorbeeld van straks. Wij maken veel interactieve exhibits in tentoonstellingen. Of tegenwoordig richten we zelfs ook hele tentoonstellingen in. Dus wij leggen de digitale laag over wat musea willen vertellen. We noemen dat zelf altijd de handen uit de zakken. Professionals, dat gaat over het trainen en opleiden van professionals. En jong, dat gaat over jonge mensen. In de breedste zin van het woord. Dat is historisch zo gegroeid, omdat we begonnen met spelletjes voor kinderen. Doen we dat eigenlijk nog steeds en doen we daar vrij veel onderzoek naar. Leren begint bij nieuwsgierigheid. Daar heb ik straks ook nog een klein stukje over. We willen graag dat mensen ontdekken, een speelse beleving hebben. We meten bijna alle projecten die we doen. Niet al onze klanten vinden het belangrijk dat we onderzoek doen. En proberen toch zelf nog wat onderzoek te doen. Want wat jullie denk ik wel mee zullen krijgen aan het eind van dit feest, is dat het ontwerpen van een spel waar je iets van leert is complex. Dus we moeten eigenlijk continu onszelf verbeteren en vernieuwen en kijken waar we staan. En gebruiksvriendelijkheid. Ja, dat klinkt als een no-brainer. Maar je kunt iets heel moois maken, maar als de speler niet begrijpt wat hij moet doen, dan is alles wat je bedacht hebt voor niets. Ik heb een paar dingen die ik met jullie mee wil nemen. Ik vind het toch altijd interessant om te kijken, waar staan we nu eigenlijk in onze maatschappij? Waar staan we in de digitalisering? Wat ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld vind is, als het gaat om autoriteit en wie geloven we nog? Vind ik dit eigenlijk altijd een heel mooi beeld. Dit is de paus. Die wordt geïnaugureerd. Dit is eind vorige eeuw. En zoals je ook ziet, de verslaglegging is over de schouder van de autoriteit, kijkend naar zijn volk. En iedereen staat in totale ontvangst voor de ontmoeting met de nieuwe paus. Dan gaan we naar 2000. En dan zie je dat de verslaglegging al veel minder vanuit de paus en veel meer vanuit de mensen is. Maar je ziet dat alle mensen nog zich richten tot de paus en daar aanwezig zijn met elkaar. En dit is later, 2015. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt in de digitale samenleving. We zitten allemaal achter ons scherm te kijken naar de paus waar we zijn. Ik denk dat dit wel een belangrijke ontwikkeling is waar we nu in zitten. En je ziet het effect van technologie. Ik vond dit nog best wel een shocking beeld eigenlijk toen Facebook had besloten dat we met z'n allen naar virtual reality gingen. Als je kijkt naar technologie, op korte termijn wordt het enorm overschat. Dus iedereen denkt, nou, dit wordt het helemaal en dit gaat de wereld veranderen. Maar op lange termijn wordt het heel erg onderschat. En dat komt omdat het nooit dat doet wat we hadden verwacht toen het kwam.
En dat het iets anders is gaan doen dan we hadden verwacht. Maar dat de impact daarvan vaak heel erg groot is. Dus dat vind ik altijd wel interessant. Nou, en als het dan gaat over leren, gaat het over kennen. En ik was met mijn moeder en met mijn dochter in New York. En toen kwam ik hier in de Public Library in New York. En dat was voor mij zo beeldend over wat kennis en informatie vroeger was. Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar als je daar naar binnen loopt, het is bijna een kerk. Het is een kerk van kennis. Daar lopen mensen rond met fluwelen handschoentjes. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk hoe kennis nog niet eens zo heel erg lang geleden eigenlijk was. Kennis was schaars en jouw volk toegang geven tot kennis was de grootst mogelijke investering die je kon doen. Dus het hebben van universiteiten, hogescholen, ROC's is een investering in jouw samenleving. En investeren in kennis is vooruitgang. En de autoriteit van kennis was de docent. Dus kennis was schaars, er waren weinig mensen die het wisten. Dus met een hele klas kinderen luisteren naar iemand die het wel weet, is een hele effectieve manier van kennisoverdracht. Maar nu zitten we in een andere wereld. Kennis is overal. Laat ik zeggen, informatie is overal. Je kunt het bij overal halen, op ieder moment in de hele wereld is alle informatie beschikbaar. En dat levert tot een overvloed aan informatie en kennis. En dat was een beetje toen het internet begon. Toen dacht iedereen, nou, nu wordt de wereld een level playing field. Als iedereen toegang heeft tot alles, dan kunnen we ook alles leren. Maar omdat er zo verschrikkelijk veel kennis is, of informatie. Ik gebruik kennis en informatie een beetje gevaarlijk natuurlijk bij jullie. Maar goed, kennis en informatie een beetje losjes door elkaar. Als er zoveel informatie beschikbaar is, dan is dat bijna hetzelfde als heel weinig informatie. Want je hebt geen idee. Dus wat krijgen we? We krijgen dat de informatie die wij ontvangen gefilterd wordt. En dat leidt tot de manipulatie van informatie. En dat zien we in de dagelijkse praktijk. En in plaats van dat we een enorme verbreding krijgen van onze algemene ontwikkelingen, van onze visie op de wereld, zien we door deze door algoritme gedreven informatievoorziening eerder leiden tot een vernauwing in groei en ontwikkeling. En dat mensen in tunneltjes terechtkomen waarin ze alles geloven wat ze lezen. En die tunnel wordt alsmaar nauwer en nauwer. En ik vind het altijd wel goed dat als we het over digitalisering hebben, dat we ons dat goed moeten realiseren. Dat de technologie gaat ons allemaal tools aanbieden om nog steeds meer te vernauwen. Hè? Dus persoonsgestuurd onderwijs waarin elke student door zijn eigen tunneltje kan rennen. Dat klinkt fantastisch en efficiënt. Maar op lange termijn zou het ook nog wel eens een enorme vernauwing zijn en een risico op onze ontwikkeling. Dus dat is een beetje de context waarin wij ons in de digitale wereld begeven. Dan vind ik het leuk om wat uit te zoomen als het gaat om game-based learning. Niet alleen naar de mechanismes, maar ook veel meer naar waar komt motivatie vandaan, waar komt intrinsieke motivatie vandaan. Dit zijn een groep onderzoekers in Amerika, die hebben dezelfde determination theory ontwikkeld. En hebben gekeken van wat zijn nou de belangrijkste drijvers als het gaat om intrinsieke motivatie. Dus purpose. Nou, het is heel grappig. Bijna alle spelletjes kennen een purpose. Zelfs Donkey Kong, waarin Mario het prinsesje redde. Dus hij springt niet zomaar over alle tonnetjes heen. Hij moet de prinses redden van de aap. En daarin zie je dat in heel veel spellen de speler een hoger doel krijgt. En daar kunnen we ook over nadenken als we game-based learning ontwikkelen. Belonging, we zijn graag een onderdeel van een groep. Steeds belangrijker, social media is daar denk ik wel een goed voorbeeld van. Het feit dat je een onderdeel bent van een groep leidt tot een enorme intrinsieke motivatie. En dat is wel goed, vind ik, om ons dat te realiseren, dat er een heel groot verschil is tussen leren met elkaar en leren van elkaar. Ik denk dat er heel veel leren met elkaar ontworpen wordt, waarin we gezamenlijk door hetzelfde leerproces lopen. Maar leren van elkaar is iets heel anders. En leren van elkaar betekent bijvoorbeeld al dat je ervoor zorgt dat niet alle studenten dezelfde informatie hebben. Want anders wordt het heel erg leren met elkaar. Mastery gaat over ontwikkeling, over het ontwikkelen van je eigen waarde. Door steeds beter te worden en jezelf verder te ontwikkelen.
En als je kijkt naar games die vieren eigenlijk elke vorm van progressie en ontwikkeling. Wordt royaal gevierd door middel van punten, badges, weet ik veel wat allemaal. Als je kijkt naar hoe wij dat in het onderwijs doen, kunnen we daar nog wel wat van leren. Hoe geven wij het feit dat als je aan het eind van het jaar nog even weer terugbladert door je wiskundeboek. Hoe kunnen we dat tijdens de ontwikkeling van onze studenten ook teruggeven? Zodat ze, ondanks het feit dat ze soms fouten maken, toch het gevoel hebben dat ze steeds beter worden. En ik denk autonomie is een belangrijke. Ik denk dat een van de redenen waarom heel veel mensen graag games spelen, is dat ze daar autonomie kunnen ervaren. Als je in een spel zit, beslis je zelf wat er gebeurt. Je wordt geconfronteerd met je eigen keuzes. Dus wat brengt autonomie eigenlijk? Nou, autonomie brengt ruimte om te experimenteren. De vrijheid en de veiligheid om alles uit te proberen wat je kunt bedenken. Autonomie zorgt ervoor dat je fouten kunt maken. Er is niemand die over je schouders meekijkt en zegt, zou je dit wel doen? Of wil voorkomen dat je fouten gaat maken? En uiteindelijk leest dat weer tot het zelf oplossen van je eigen fouten. En van zelf oplossen leer je ontzettend veel. Dus dat is een belangrijke. Autonomie geeft je de mogelijkheid om te verdwalen, om op plekken te komen waar je nog nooit had gedacht dat je zou komen. Ik vind in Engelse taal vind ik er een heel mooi term voor wandering. Dat is eigenlijk gericht verdwalen. Ik vind dat een belangrijke. Verveling is een hele belangrijke. Uit verveling ontstaan de mooiste ideeën. En uiteindelijk leidt dat tot trots. Dus als jij iets zelf gedaan hebt, zelf gecreëerd hebt, zelf hebt opgelost, dan ontleen je daar trots aan. En dat is denk ik een heel belangrijke intrinsieke motivator. Een ander belangrijk onderdeel van leren is nieuwsgierigheid. We proberen daar heel bewust in te ontwerpen. Als je nieuwsgierig bent en je wil het weten, dan heb je maar weinig nodig om het te gaan leren. En als je het echt wil weten, gaat het ook denk ik wel 5 keer zo snel. Maar wat is nou eigenlijk nieuwsgierigheid? Ik ben daar ingedoken. En dat is toch best wel interessant. Want het lijkt iets heel simpels. Het is iets waar we in alle dagen eigenlijk mee bezig zijn. Maar wat is nou nieuwsgierigheid? Dit is een onderzoeker uit 1949 die het omschreef. Die zei, curiosity is evoked by a violation of expectations. Wat daar interessant aan is dat in deze theorie is nieuwsgierigheid iets wat van buitenaf getriggerd moet worden. En later in 1994 is er een andere onderzoeker gekomen en die heeft gezegd, curiosity is the urge to fill the information gap. En daarmee zeg je dat nieuwsgierigheid veel meer een intrinsieke motivatie is, die niet per se extern getriggerd hoeft te worden. Ik zelf geloof heel erg in de laatste en ik zal dat straks ook toelichten bij een stuk over nieuwe inzichten op leren. Nou, nieuwsgierigheid is heel erg belangrijk. Hè? De Curiosity Cabinet, zoals je hier in die plaatjes ziet, dat is, waren de eerste breuken in het godsbeeld in de wereld. We gingen reizen met z'n allen, we verzamelden de meest exotische dingen in onze Curiosity Cabinets. En daarin gingen we ons vragen stellen waar de kerk niet direct antwoord op had. Niet voor niets dat nieuwsgierigheid een van de zonden is. En een hele interessante als het gaat om wetenschap en onderzoek. Dit is Carrie Mullis. Is een onderzoeker met een grote prijs uit Zweden. Wat is het? En die zei iets heel interessants. Het gaat over research in universiteiten. We hebben heel erg te maken met een soort effectiviteit van universiteit en onderzoek. En hij zei, there's no reason to tell the truth when you're in it for the money. Als je niet meer gedreven wordt door nieuwsgierigheid in je onderzoek, en eigenlijk door doelmatigheid of door financiën, dan kun je je afvragen welke paden er nog onderzocht worden. Nou, hoe werkt nieuwsgierigheid? Vind ik wel leuk, de Wundcurve. Wundt heeft daar een grafiekje bij gemaakt en hij zegt, nieuwsgierigheid wordt getriggerd door een bepaalde hoeveelheid novelty, dus impulsen. Als er te weinig zijn, dan ben je totaal verveeld. Als er genoeg zijn, dan stijgt je curiosity, waarin curiosity wordt omschreven als een prettige ervaring. Ik denk dat we dat ook wel kunnen delen. Maar als de hoeveelheid novelty te groot wordt, dan slaat nieuwsgierigheid om in angst.
En je ziet dat heel mooi, vind ik, bij dieren, want daar zit natuurlijk helemaal geen filter tussen. Maar als je ziet hoe een kat iets onderzoekt, hij gaat er naartoe, wordt gedreven door zijn nieuwsgierigheid, komt alsmaar dichterbij en dan op een gegeven ogenblik gebeurt er iets wat hij niet verwacht. Is die novelty eigenlijk te groot en dan springt hij naar achter, krijgt hij een fear impulse. En dat als ontwerper is dat wel een interessante, want dat betekent dus dat er kennelijk een hele nauwe band is van hoeveel nieuwe dingen kun je aanbieden. Dus als je te veel doet, dan overzien mensen het niet meer en worden ze bang. En als je te weinig doet, dan zijn ze verveeld. Dus dat spel van nieuwsgierigheid is een vrij dun spel. En voor nieuwsgierigheid heb je referentie nodig. Dus nieuwsgierigheid biedt zich voor, bouwt zich voor op vorige kennis. Dus voor deze aalscholver is dit beeld waar hij op zit totaal niet relevant. Want hij heeft geen enkele betekenis. Hij zou net zo goed op een boom kunnen zitten. Dus dat is interessant. Dus als je nadenkt over nieuwsgierigheid, heb je kennelijk een referentie nodig. En nieuwsgierigheid ontstaat bij verdeelde kennis. Als ik iets weet wat jij niet weet, wil ik het weten. Nieuwsgierigheid is het spelen met voorspellingen. Wat oudere mensen hier konden zo snel geen ander plaatje vinden. Die weten nog wel wat het is. Dit is de bananensplit. Dit zijn filmpjes waarin er gevraagd wordt, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Dat is iets waar onze hersens heel erg van houden. Want als je kijkt hoe onze hersens werken, en ik vind deze wel interessant, dit is een nieuw inzicht, of het is geen nieuw inzicht, het is eigenlijk een inzicht dat weer heel veel in de aandacht is gekomen. Dat gaat over hoe wij leren. Ik vond dit toch wel heel interessant, ook in deze context, om nog even met jullie te delen. Nou, we hebben 80 miljard neutronen in ons hoofd, neuronen. En die maken elk 10.000 verbindingen. Dus onze hersens is een gigantische ontplofte bom van verbindingen tussen neuronen. En de allerbelangrijkste doelstelling van onze hersens is dat we willen voorspellen wat er om ons heen gebeurt. Dus we proberen in elke situatie, elke minuut wel weet ik veel hoe vaak, proberen wij te voorspellen wat er gebeurt. Dus als achter mij straks de deur open gaat, dan probeer ik te voorspellen wat er gebeurt. En onze hersens zijn dus continu voorspellingen aan het maken. En verbeelding is daarin een heel belangrijk aspect. Want doordat we ons iets kunnen voorstellen dat zou kunnen gaan gebeuren, kunnen we het ook voorspellen. En dat heet predictive coding. En wat ik daar interessant aan vind is dat er gebeurt iets. We doen een voorspelling. We denken dat gaat gebeuren. Op het moment dat die voorspelling uitkomt, krijgen we een heel klein beetje dopamine. Dus elke voorspelling die uitkomt, levert een heel klein geluksmomentje op. Maar op het moment dat een voorspelling niet uitkomt, dus in feite als we de verkeerde aanname doen, dan gaat ons lerende brein aan het werk. En dan proberen wij om verbindingen te maken die voorspellingen wel de volgende keer uit laten komen. Dus onze hersens zijn continu loopjes aan het doen. En elke keer dat wij iets goed voorspellen, krijgen we een heel klein beetje gelukshormoon. En elke keer als we het verkeerd voorspellen of als onze voorspelling niet uitkomt, dan gaan we opnieuw proberen om verbindingen te maken. Dus we leren eigenlijk vanuit foute voorspellingen. Nou, waarom is dat nou zo relevant voor game-based learning? Als je kijkt het basisprincipe van hoe je een spel speelt, dan gaat het als volgt. Je hebt een helder doel. Red het prinsesje. Je hebt een strategie. De aap moet naar beneden vallen. Dan heb je betekenisvolle keuzes. Ik spring over een tonnetje heen. Ik kan die pinnetjes weghalen, zodat die uiteindelijk gaat vallen. Dus ik kan mij voorstellen wat ik moet gaan doen. Dus ik probeer te voorspellen wat de winnende strategie is. Vervolgens krijg ik directe feedback erop. Je loopt tegen het tonnetje aan, je valt. Of je kunt het pinnetje wel of niet vangen. Of het is wel gelukt met het pinnetje. Als het nou niet is gelukt, dan ga je weer terug in het spel. En hebben we, zoals dat dan heet, herstelbaar verlies. Dus als je ziet hoe mensen in een spelletje leren, dan zie je dat ze continu die loop doorlopen. Ze hebben een doel, ze hebben een strategie. Ze bedenken, hoe kan ik dit het beste doen? Ze hebben een betekenisvolle keuze. Ik kan dat of ik kan dat doen. Ze krijgen directe feedback. En ze loopen weer terug naar de strategie als het niet klopt. En als je kijkt, dan past dat heel goed bij hoe onze hersens ook leren. Dus leren in een spel lijkt heel erg op hoe onze hersens leren. Dus dat is een beetje de context van, waarom is een spel nou een krachtig middel om te leren? Los van die motivatieaspect, want dat motivatieaspect is er natuurlijk ook.
Maar terugwerkend zie je ook dat het mechanisme van leren, en onderzoek laat ook zien dat je 80% van de tijd dat je een spelletje speelt, ben je eigenlijk continu fouten aan het maken. Dus het spelen van een spel is een opeenstapeling van fouten. Maar wat is dan een spel? Nou, de definitie die veel gebruikt wordt is a voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. En hier zitten een paar heel belangrijke dingen in. De voluntary zit hierin. Op het moment dat een spel niet vrijwillig is, is het vanuit de definitie eigenlijk geen spel meer. En de obstacles zijn unnecessary. Dus je kiest bewust om obstakels te overkomen die niet per se noodzakelijk zijn. Nou, hoe wordt een spel dan opgebouwd? Nou, als je het heel erg rudimentair neer zou zetten, zou je zeggen, je hebt een set spelregels. Laten we voetbal pakken. En die spelregels die bepalen wat je wel en niet mag doen. Vervolgens heb je een declaratieve laag. En die laag die legt je uit hoe je het moet doen, wat je kunt doen. Dus je hebt velden, je hebt een veld, je hebt lijnen, je hebt een doel, je hebt een bal. En al die dingen die geven betekenis aan de spelregels. En vervolgens heb je de sociale laag. En de sociale laag gaat over interactie. Dus als ik dat hier eens een keer toelicht. Dit is een spel. De spelregels zijn hier vrij eenvoudig en zelfs in Excel te vangen. Dat spel heet schaken. Als je de spelregels snapt, kun je een strategie bedenken van hey, hoe kan ik schaken nou eigenlijk winnen? Dan heb je een declaratieve laag, dat is de laag waarin het spel zich manifesteert. Nou, als iedereen die schaken snapt, weet wat de betekenis is van deze poppetjes. En vervolgens is er een sociaal component. En dat zijn die ringen eigenlijk die bij elkaar een spel maken. Dus als je gaat ontwerpen, ga ervan uit, hè, bedenk spelregels, die hebben een declaratieve laag en leiden tot sociale interactie. Later als ik in de workshop met jullie games ga ontwerpen, komen we daar nog op terug. Dus wat is nou eigenlijk een spel vanuit de perspectief van Huizinga? Huizinga zegt een spel is wat hij noemt een magic circle. Je stapt erin en in die omgeving kun je veilig experimenteren, kun je rollen aannemen, kun je samen leren, samen groeien. En in feite, als je weer buiten die cirkel stapt, is er niks gebeurd in je echte leven. Dus een spel is een veilige omgeving waarin je kunt experimenteren, waarin je allerlei gedrag kunt laten zien, waarin je dus eindeloos veel fouten kunt maken. En stap je weer uit het spel, dan neem je mee wat je geleerd hebt, maar wat je hebt gedaan in het spel heeft geen impact op het echte leven. Nou, die magic circle is ook een manipulation circle. Hè. Dat is waar gameverslaving eigenlijk ineens om de hoek komt kijken. Het is namelijk een gesloten omgeving. De gebeurtenissen lijken autonoom, maar zijn geregisseerd. Je kunt enorm sturen op een groepsmoraal. Hè. Dus als je een multiplayer spel hebt, dan heb je heel veel invloed op wat de groepsmoraal wordt, zodat je dat gedrag goed kunt manipuleren. Je hebt dus de illusie van autonomie. Overigens is dat vanuit een leerperspectief heel erg interessant. Maar je hebt dus ook manipulatie van waarden. En wat je eigenlijk ziet in de free-to-play games, hè, de spelletjes die je gratis begint te spelen, zie je dat de speler vanaf de eerste level gemanipuleerd wordt om uiteindelijk voorbereid te worden op het betalen. En daar kan ik ook nog een keer een lezing over geven. Het duurt ook ongeveer een uur. Nou, als je dan helemaal samenvat, dan zou je kunnen zeggen, hoe kun je nou game-based leren het beste ontwerpen? Nou, het begint met die nieuwsgierigheid. Dus probeer vooral niet alles te vertellen. Probeer vooral ook informatie te verdelen over je studenten. Probeer die nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Daarnaast heb je dus die laag van motivatie. Dat gaat over purpose, dat dingen betekenis hebben. Mastery, dat je groeit. Relatedness gaat over hè, dat je een onderdeel wil zijn van een groep. En autonomie gaat over dat je het zelf wil kunnen. En die buitenste ring, dat is een model voor game designers om verschillende spelmechanismes toe te passen op verschillende groepen. En dat is linksbovenin, even kijken, ja, activist, wordt ook wel killer genoemd. De motivatie van een killer is om andere mensen te verslaan. Dus dat is actie op andere mensen. De motivatie van socializers is samenwerken. Dus samen met anderen spelen. Dat is de linkerkant van het model. En de rechterkant van het model zijn mensen die meer geïnteresseerd zijn in het systeem. Dus het spel aan zich. Minder in de andere spelers.
En daar heb je boven in die achiever. Die achiever is iemand die vooropgezette doelen wil halen en punten wil scoren. En de free spirit is iemand die het spel wil ervaren en het systeem wil ervaren. Dus en door vanuit binnen, vanuit die nieuwsgierigheid, naar die motivatie, naar die verschillende spelertypes te gaan, heb je dus een toolset om een goed spel te ontwerpen. Nou, dat was ongeveer een half uur theorie, dus dat is perfect. Dan ga ik nu even wat voorbeelden laten zien en een beetje toelichten hoe we dat nou hebben aangepakt. En ik vond deze wel leuk om met jullie te delen, omdat dit denk ik de eerste serious game is die we ooit gemaakt hebben. De opdracht was 500 medewerkers langs het spoor leren hoe het spoorsignalensysteem dus langs het spoor werkt. Zodat je kunt voorspellen wat er gebeurt en wat de trein gaat doen. De setting was eigenlijk als volgt. Er waren 3 avonden, er waren klappertjes. Allerlei mannen die langs, vooral mannen die langs het spoor werkten, die moesten 3 avonden deze cursus volgen. En ze hadden gevraagd van kun je die 3 avonden terugbrengen tot 1 avond. Zodat we nog een toets kunnen doen en kunnen kijken of ze het echt weten. En toen zijn we begonnen met het maken van het seinenspel. En daar hebben we eigenlijk heel veel van geleerd. En zoals je ziet zit er een hele mooie traditionele opbouw in. Dus we hebben eerst de kennis. Daarin zit alle theorie over de seinen. Alles wat je moet weten voor langs het spoor. Dan hebben we de test. Dat zijn allerlei kleine simulatietjes, kleine testen. Waarin je de kennis die je hebt gedaan kunt testen. En vervolgens heb je het seinenspel. En in het seinenspel ga je toepassen wat je geleerd hebt in 1 en 2. En zien jullie nu een filmpje of niet? Ja. Oh, dat is fijn. Dat is heel fijn. Nou, dus dit is eigenlijk het vertellen gedeelte. Hè? Dus hier zie je de theorie. En dat hadden we bedacht. Dus al deze mensen die krijgen, was toen nog een cd-rommetje. Dit cd-rommetje thuis. En die gaan keurig eerst de kennis doen. Dan vervolgens gaan ze de simulatietjes doen. Hè? Dus de seinentest. Dus hier heb je een korte simulatie die je kunt starten. Waarin staat, oké, vul die 2 vraagtekentjes in en plaats de borden. En dan laten wij zien of het goed is of niet goed is. Dus hier ging je heel mooi de theorie toepassen. En hier zeg je, nou, die waren allebei fout. Dus nou, wat heb ik nou verkeerd gedaan? En dan kon je toon de uitleg doen. En dan werd er uitgelegd wat je anders had kunnen doen. En in ons idee was het zo dat daarna iedereen, als die 1 en 2 keurig had doorlopen, het seinen spel ging spelen. En het seinenspel is een baanvak met stationnetje A en stationnetje B. En tussen dat baanvak heb je eigenlijk alle situaties die je op het spoor kunt tegenkomen. En een enorme hoeveelheid vraagtekens. En jouw vraag is om het spoor zo veilig mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk in te richten. Hè, dus elke keuze die je maakt heeft een bepaalde kosten. Dus het bord kost maar €350 enzovoort. En dan kun je altijd testen en dan zie je wat de trein gaat doen. Wat zagen we nou, en dat zal jullie niet verrassen, maar ons toen nog wel, is dat niemand deed 1, niemand deed 2 en iedereen begon met het spel. Maar wat dan zo grappig is, is dat we in dat spel dat i'tje hadden gelaten. Dus je kon elke keer weer op het i'tje klikken van waarom werkt die niet? En wat we dus zagen is dat mensen begonnen met spelen en in het spel gingen ze de theorie toepassen. En dat was voor mij een moment waarin ik dacht van, dat is wel heel interessant, dus hier gaan we op door. Een ander voorbeeld is iQuest, is een project dat we hebben gedaan voor Rabobank. Rabobank had een verandering van het hypotheekproces. Hypotheek in een week was dat. En wat zij aan ons gevraagd hadden was, kunnen jullie een spel maken wat al onze medewerkers kunnen spelen? Dat is een paar duizend medewerkers. Zodat ze het hypotheekproces beter gaan begrijpen. En wat we toen hebben gezegd, nee, dat kan niet echt, want duurt het heel erg lang, 1,5 tot 2 jaar. En jullie weten nog niet precies wat er allemaal op het pad gaat komen. En als ik een spel wil maken, moet ik wel alle spelmechanismes helder hebben. Toen hebben we een gamified platform gemaakt. En wat er heel grappig aan is, is dat dat hebben we zeg maar langzaam laten groeien. Dus het basisprincipe was als volgt.
Je kreeg elke 2 weken een korte challenge die je kon spelen. Die bestaat uit 5 onderdelen. Klantperspectief, nou ja, enzovoort, geloof je allemaal wel. En als je die gedaan hebt, krijg je punten. En hoe meer punten je hebt, hoe mooier huis je kan kopen. En normaal ben ik daar niet zo van, maar als het over hypotheken gaat, is een dorpje met huisjes natuurlijk heel erg voor de hand liggend. En elk Rabobank kantoor was een eigen dorpje. Dus in dat dorpje stonden alle huisjes bij elkaar. En de manager van een Rabobank kantoor kon dus gewoon heel goed zien van, nou, hoe doet mijn team het en hoe gaat het? Maar hij kon niet zien van wie welk huisje was. En dat heeft heel erg te maken met dat spelelement. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je je veilig voelt om te experimenteren. En niks erger dan dat de manager over je schouder meekijkt en zegt van, nou, ik zie dat jij vorige week wel gespeeld hebt, maar deze week niet. En waarom heb je dat niet gedaan? Dus daar zijn we begonnen met een basisprincipe. Elke 2 weken een challenge. Elke challenge kostte ongeveer tussen de 20 en 30 minuten om uit te spelen. Overigens was het zo dat het vrijwillig was. Dus mensen konden ook gewoon naar de e-learning gaan, naar de online platform. Daar konden ze alle pdf's vinden, daar konden ze alle e-learnings vinden die gemaakt werden. Dus het spel werd ernaast geïmplementeerd. En het leuke daarvan was dus dat je spelenderwijs elke 2 weken wat kon leren. Nou, daar zijn we toen mee begonnen en dat liep eigenlijk heel erg goed. En er zaten een paar slimme dingetjes in. Dus je huis wordt alsmaar mooier. Maar als je al 3 weken niet gespeeld hebt, dan gaat je huis vervallen. Dus er komen scheuren in de muren en langzaamaan maar zeker begint je huis te vervallen. Dus het is een extra stimulans om je huis goed te maken. En daarna merkten we dat omdat mensen dit aan het spelen waren en daar veel interesse in was, vonden ze het ook leuk om tegen elkaar te battelen. Dus ze vonden het leuk om die kennis die ze hadden opgedaan tegen elkaar te spelen. Dus hebben we de battle geïntroduceerd. En met die battle kon je een inzet doen. Dus je kon bijvoorbeeld zeggen, nou, ik zet een parasol in en jij zet een schommel in. En daarmee kon je allerlei accessoires om je huisje heen kon je winnen. En daarin ging je op 5 vragen tegen elkaar battelen. En degene die gewonnen had, kreeg het accessoire van de ander. We zagen dat enorm veel tractie kreeg. Dat mensen het heel leuk vonden om te doen. Wat overigens ook leuk is dat de meest gespeelde battle was een battle waarin je kon inzetten wie de koffie ging halen. Dus dan waren 2 mensen en die battelden dan over wie er nu koffie gaat halen. Nou, dat was heel succesvol. En toen op een gegeven ogenblik zag je dat mensen al hun accessoires al bij elkaar gespeeld hadden. En toen hebben we een ander principe wat je in de games wel veel ziet. Het heet gifting, hebben we geïntroduceerd. Dus ik log in en ineens heeft een collega van mij voor mij een parasol cadeau gedaan. En dat is weer een extra prikkel op dat sociale component als je kijkt naar motivatie. En die 3 elementen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat het binnen de Rabobank heel succesvol is gedaan. We hebben daar wat onderzoek naar gedaan ook. 60% van de mensen is vrijwillig gaan spelen. Dus dat is een hoog percentage. 45% heeft het ook uitgespeeld. En uitgespeeld betekent niet dat ze alle challenges in 1,5 jaar allemaal meegespeeld hebben. Maar dat ze wel van het begin tot aan het eind regelmatig challenges hebben gespeeld. Dus ze hebben het platform actief gebruikt om hun kennis te updaten. Nou, wanneer en waarom ben je iQuest gaan spelen? 60% vanwege enthousiaste collega's, 25% ambassadeurs. Dat zijn de mensen met wie we het ontwikkeld hebben. 10% door de interne communicatie en 5% door hun manager. Waar speel je het? Ook altijd wel leuk om te zien. Veel mensen spelen liever thuis dan op hun werk. En of onderweg als ze lang onderweg zijn. En de waardering was heel erg hoog. En wat wel interessant is als verbeterpunt, hoorden we dat ze liever eens per week een iets kortere challenge hadden dan eens per 2 weken die iets langere challenge. En dat snap je eigenlijk ook wel, want het is als je op maandag gespeeld hebt en je hebt extra punten verdiend. En je moet dan weer 2 weken wachten voordat die nieuwe challengers er komen. Dat is in je hoofd best wel een lange tijd. Dus dat is een mooi voorbeeld. Een ander voorbeeld, dit gaat over VR. Vond ik wel leuk. Wanneer gebruik je nou virtual reality en hoe gebruik je virtual reality? Dit is het Waterlinie Museum. Uit overleveringen hebben wij begrepen, heeft de Waterlinie ervoor gezorgd dat we niet in de Eerste Wereldoorlog terechtgekomen zijn. Duitse spionnen hadden dat onderzocht en bedacht dat het te veel moeite zou kosten om Nederland in te nemen.
Dus het heeft even heel goed gewerkt. We hebben hem niet hoeven gebruiken, gelukkig. Want het was waarschijnlijk nooit gelukt. Maar de vraag was, kun je de werking van de waterlinie uitleggen? En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, omdat de kracht van de waterlinie, dat zie je hier op dat kaartje heel mooi, zit hem in de grootsheid van het project. Kijk, het concept was eigenlijk heel simpel. We zetten de helft van Nederland onder water om de andere helft te redden. En hoe ga je dat nou uitleggen in een hele korte tijd? En dan wil je eigenlijk kunnen uitzoomen naar boven. Dus je wil het liefst van bovenaf kunnen vertellen. Van bovenaf als uit een vliegtuig springend de wereld overzien. Dus dat concept, daar zijn we mee begonnen. Dus nou, hoe spring je nou als parachutist uit een vliegtuig? Daar begonnen we mee. We wilden natuurlijk een beetje de kick hebben. Dat was ons eerste idee van een parachutesprong. Zodat mensen met de haren overeind de parachute uitsprongen. Dat was het oorspronkelijke idee. Helemaal aan het begin van virtual reality. Dus dit hadden we ontworpen. We hadden een mooi luik gemaakt waar je uit kon springen. En dan had je een ding wat je vast kon pakken. En door hem te pakken kwam die VR-bril voor je. En sprong je naar beneden. Hebben we getest. En wat bleek, mensen vonden het doodeng. Dus daar hadden we een beetje verkeerd ingeschat. Virtual reality heeft dus kennelijk meer impact op ons menselijke brein dan dat wij in eerste instantie dachten. Dus toen zijn we eigenlijk teruggegaan en hebben gezegd, nou weet je wat, die parachutetocht naar beneden, dat is wel een mooie, serene, veilige manier om een verhaal uitgelegd te krijgen. Dus in plaats van een sprong hebben we schommels gemaakt. Je zit in een schommel, je pakt die twee banden die jou het gevoel geven dat je ook aan een parachute hangt. En vervolgens maak je de parachutesprong en wordt jou in een ride als het ware uitgelegd hoe de waterlinies ervoor hebben gezorgd dat hoe ze werkten. Dus even kijken of jullie dit ook kunnen zien. Dit is een watertafel. Hier ontdek je hoe moeilijk het is om Nederland onder water te zetten. Als je het namelijk te diep maakt, dan kunnen er boten. En als het te ondiep is, dan kunnen ze gewoon lopen. Dus het water moest 20 centimeter diep zijn. Dit zijn persoonlijke verhalen die verteld worden van de mensen die daar woonden. Overigens is het zo dat de postcode die je invulde de verhalen bepaalde die je hier kreeg. Want het maakte nog wel uit of je in Amsterdam woonde of in... ergens in de polder. In hoe goed jij de waterlinies vond, hoe blij je ermee was. Nou, dit sla ik even over. En hier zie je de schommels hangen, waarin mensen dus zeg maar... een parachutesprong maken. En de grond. Kijk uit op het dak. Oké, deze wil ik nog heel graag met jullie delen. En die is heel erg actueel, omdat we een nieuwe aan het maken zijn. Ook met virtual reality. Dus ik kijk even naar de tijd. Ik heb nog even, dus volgens mij gaat dat lukken. Into Dementia is een container die we hebben gemaakt. Die langs zorginstellingen reist om mantelzorgers en zorgprofessionals te laten ervaren wat het effect van dementie is. Dus wat gebeurt er eigenlijk als je dementie hebt? En heel kort samengevat zou je kunnen zeggen, het ergste van dementie is dat je je onveilig voelt in je vertrouwde omgeving. Dus wat is het? Het is een zeecontainer. Die zeecontainer wordt daar geplaatst. En vervolgens ga je naar binnen. Zo, dat was een lekkere wandeling. Ik wil naar binnen. Doe de deur maar open. Met de sleutel. Gelukt. Binnen. Thuis. Hey, er ligt een lijstje op tafel. Sleutels, boodschappen, tas. Die ga ik maar even doen. Sleutels aan het haakje bij de deur. Boodschappen in de koelkast.
We moeten de kastdeurtjes van de keuken proberen. Daar zit de koelkast ergens. Hè? De koelkast zat altijd hier. Ben toch niet gek? Gedaan. Gedaan. Mooi. Even kijken. Hoe zet je dat ding aan? Weet jij het nog? Ah, probeer maar wat. Hij schrok me rot. Wat was jij nou aan het doen? Ik ben net snel geweest. Nou, als je hier ziet, dus je hebt pets op je schouder. En die vertellen je wat je moet doen. En die neem je als het ware door die ervaring heen. En we dompelen je onder in de verwarring die je kunt ervaren in dementie. En vooral ook, je krijgt enorm veel feedback van hoe mensen om je heen op je reageren. Nou, deze container hebben we gemaakt. Die loopt nu al volgens mij 5 jaar succesvol in Nederland. Er is ook een Deense versie van gemaakt. Wij werken ook in India. Dit is in de rural areas van Bangalore. Waar scholen nog aangetrapte vloeren zijn met een krijtbord. En zulke mooie tafeltjes als je daar ziet. Waarin je het woord horse leert doordat de meester het op het bord schrijft. Jij het op jouw dingetje schrijft, het woord horse 1 keer hardop zegt en dan op naar de volgende, het volgende woord. En zij hadden ons gevraagd, kunnen jullie op een leuke manier interactieve lessen bedenken voor kinderen om te spelen, gesponsord door een grote ICT-bedrijf, want dat zie je ook, want we hebben hier te maken met een tablet. Nou, dat hebben we gedaan en daar hebben we op een andere manier gekeken naar het leren van Engels. En dat gaat veel meer over het toepassen en het gebruiken van Engels. Dus hier moet je andere kinderen iets laten doen. Je mag het alleen in het Engels doen. En zo hadden we allerlei leuke formats bedacht waarin kinderen spelenderwijs Engels leren. En dat was een gigantisch groot succes. En zo'n groot succes dat het uiteindelijk een bedreiging werd voor het project. Want in India is het zo dat je hebt leerplicht. Maar daar is niet een leerplichtambtenaar die komt controleren. De enige controle is of jij bent ingeschreven of niet. En wat je dus heel veel ziet is dat die kinderen die schrijven zich in aan het begin van het jaar. En dat doen ze vooral omdat je tijdens de lunch gratis eten krijgt. En vervolgens komen ze heel vaak gewoon niet naar school. Omdat ze op de boerderij moeten werken of omdat ze allerlei andere dingen moeten doen. School niet het allerbelangrijkste vinden. En de dagen dat dit team in dit dorp was... waren de klaslokalen tot de nok gevuld en waren alle kinderen er. Dus een gemiddelde opkomst zondige dag is het daar vaak, maar is er tussen de 40% en 60%. En op deze dagen zaten we boven de 90%. Nou, iedereen blij en gelukkig. Totdat we ontdekten dat die docenten ons als een bedreiging zagen. En dat kun je natuurlijk ook wel voorstellen. Als jij altijd maar 60% hebt en op deze dagen is het 100, dan voel je je niet echt heel erg bekrachtigd. Dus toen er een nieuwe subsidie kwam, hebben we gezegd van nou, we gaan niet nog meer investeren in leuke lespakketten op de tablet. Maar we gaan het spel omdraaien. We gaan de docenten spellen leren maken. Dus we zijn met die docenten in workshops aan de slag gegaan. En waarin je dus ziet dat ze op allerlei manieren met elkaar spellen aan het maken zijn. En het effect daarvan is dus dat de docenten op dezelfde plek nu door middel van spellen lesgeven. En dat de participatierate enorm omhoog is gegaan en omhoog is gebleven. En dat vind ik wel een hele interessante ook om te zien. En wat ik denk dat we hiervan kunnen leren, en dat zag je eigenlijk in die filmpjes. Spelenderwijs leren of game-based learning introduceren in het onderwijs kan eigenlijk alleen maar door heel veel te experimenteren. Dus probeer niet één groot concept te bedenken wat allesomvattend is en ineens je onderwijs gaat veranderen. Maar doe heel veel experimenten en vooral doe heel veel experimenten met je leerlingen ook. Want als je leerlingen betrekt in het maken van spellen, dan gaat die intrinsieke motivatie, die knalt echt omhoog. Dus dat wilde ik echt met jullie delen. Deze wilde ik ook nog even met jullie delen. En dit is ook een manier waarin je spelen in het onderwijs kunt introduceren zonder dat het groots en meeslepend hoeft te zijn. Dit is op een VMBO in Eiburg. Het vak is NASC. Het gaat over die transities, hè, van vloeibaar naar gas en dat.
ingewikkeld onderwerp. En de docent die hier lesgeeft, Michel heet hij, die heeft de volgende spelregels bedacht. Het is een blokuur, 2 uur les. En hij zegt tegen die kinderen, we hebben nu 2 uur les en iedereen gaat 10 halen. Ik heb een toets gemaakt. Die toets bestaat uit 15 vragen. Als je alle 15 vragen beantwoord, krijg je van mij 10. Hij heeft een database waarin 150 vragen zitten. Dus die toets genereert elke keer andere vragen. En hij zegt, je mag het allemaal doen zoals je wil. Dus er is een boek. Er is theorie op de tablets. Je mag overleggen. Eigenlijk is alles toegestaan. Maar we gaan in ieder geval met z'n allen voor 10. En dan laat ik toch het filmpje even lopen, 3 minuten. Omdat ik het leuk vind om te laten zien wat de impact is van simpele spelregels op een groep leerlingen. Hier zie je dat een jongen die dyslectisch is, die gaat naast het slimste jongetje van de klas zitten en die leest de vragen voor en die gaat eigenlijk continu met hem in overleg van hoe denk jij dat het is, wat denk jij dat het is. En dus die kiest zijn eigen strategie, dus die zoekt gewoon de slimste in de klas. Deze jongen begint gewoon meteen toetsen te maken. Dit meisje maakt een samenvatting van de theorie, dus die begint eerst samen te vatten voordat ze de toets gaat maken. Dus die is op die manier bezig om de stof zich eigen te maken. Zij gaat de theorie lezen, dus zij bladert eigenlijk door de theorie die je kunt vinden op de tablets. En zo zie je dus dat alle leerlingen op hun eigen manier direct aan de slag gaan. En op zoek gaan naar hoe het gaat. Deze jongen die heeft 10 gehaald en de docent zegt tegen hem, nou, je mag kiezen wat je doet. Je mag iemand anders gaan helpen, je mag huiswerk gaan doen of een ander vak. Maar je mag de toets ook best nog een keer doen als je dat leuk vindt. En hij zei, nou, ik ga hem gewoon nog een keer doen. Ik ga eens kijken of het me lukt om nog een keer een 10 te halen. Die gaat weer aan de slag. Dus die gaat vrijwillig nog een keer de toets doen. Deze dyslectische jongen heeft een typfout gevonden in de literatuur. Dus die komt de docent even vertellen dat hij een fout heeft gemaakt. Wat heel grappig is, is als je het filmpje het geluid aanzet, dan zie je dat die docent nog best wel defensief reageert. Zegt, ja, nee, maar ergens anders heb ik het wel goed geschreven. Het is natuurlijk heel grappig dat deze jongen die dyslectisch is iets vindt. Deze jongen heeft 9, super gefrustreerd, heeft 14 van de 15 vragen goed, maar heeft dus nog steeds geen 10. Dus die moet nog een keer gaan proberen om die toets te maken. Deze jongen heeft inmiddels geloof ik ook 8 van 10 of zo, of die heeft in ieder geval ook nog net niet de 10 gehaald. Hierachter, dit meisje loopt naar voren, het heeft 10 en heeft nog nooit eerder een voldoende gehaald voor dit vak. Deze jongen heeft voor de 2e keer 10 gehaald, dus is zeer content met zichzelf. En wat je hier dus ziet, en er gebeuren nog meer dingen, wat ik hier interessant vind is dat deze meisjes niet de antwoorden voor gaan zeggen, maar aan elkaar gaan uitleggen. Vorige keer had je dit en nu heb je dat. Dus dat was eigenlijk een reden waarom ik dit met jullie wilde delen. Omdat je dus ziet dat hele simpele spelprincipes gigantisch veel impact kunnen hebben op wat er gebeurt in je klas. Dus daarom wilde ik deze nog even met jullie delen ter lering en vermaak. Ik zit nog heel even te kijken, Karen, want volgens mij had ik tot 15:15, of niet? Ja, klopt. Ik stop. Het is 13:50 inderdaad. Ik denk dat het goed is om inderdaad te stoppen. En ik wil eigenlijk ook de mensen nog even de gelegenheid geven om wellicht wat vragen nog aan jou te stellen. Dus ik weet niet of er wat vragen zijn. In de chat werd in ieder geval al veelvuldig gereageerd. Onder andere op de battle met het kopje koffie. Zo van, oh, dat moeten wij eigenlijk ook inschakelen bij ons. En dan de docenten die net begonnen zijn.
Nou goed, dus dat is... En sowieso, het ziet er gewoon heel mooi uit. Leuke reacties. Mensen vinden het heel gaaf. Hebben ook zoiets van, het zou misschien iets kunnen zijn voor College West. En Ilko die vraagt, waarom is een VR-filmpje zo duur? En gaat dat ooit veranderen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, en kijk, het VR-filmpje is niet per se duur, maar het vangen van een acteur in VR is op dit moment heel erg duur. Want je moet je voorstellen, bijna alle VR-games die hebben karakters die opgebouwd zijn, hè, door een ontwerper, zeg maar. En je ziet het ook altijd wel, die bewegen nog steeds een beetje onnatuurlijk. En er wordt heel veel geld en energie gestoken in het natuurlijk laten bewegen van mensen. Wat echt in VR best wel nog steeds best wel een ding is, om ervoor te zorgen dat goed werkt. En dit is een hele nieuwe technologie waarin er dus, zeg maar, om een echte acteur, dus gewoon een echt mens, helemaal omheen allemaal camera's zijn. En die camera's die vertalen dat videobeeld naar een 3D-karakter, die dus ook echt rond kan lopen in die wereld. En dat is een hele nieuwe technologie. Ik verwacht dat die veel goedkoper. Die zal zeker goedkoper worden als ze de schaal omhoog gaan. En een voordeel daarvan is dat je veel realistischere karakters in een VR-wereld kunt krijgen. Die dat menselijke gedrag heel dicht kunnen benaderen. Het is nu nog duur, want het bestaat nog maar een jaar. Maar het wordt vast goedkoper. En er is ook nog een vraag over de software, zeg maar, van het gewone VR. Of gewone, maar het VR-pakket. Welke software is dat? Wij gebruiken Unity daarvoor. Unity, oké. Dankjewel. Nou, Max... Daar worden ook heel veel spellen in gemaakt. Nee, ik dacht dat het, zeg maar, de vormgeving van dat huis, dat het cinema video was. Ah, oké. Okay. Volgens mij niet. Okay. Ik weet niet welk softwarepakket. De pakketten waarmee wij de 3D-werelden bouwen, die wisselen heel erg. Volgens mij hebben we iets van 3 verschillende 3D-pakketten op basis van de voorkeur van de 3D-ontwerper. Sommige werken in Maya, dus het wisselt. Ik had wel een vraag. Dat spel van de Rabobank. Ja. Hoe lang hebben jullie daarover gedaan om dat te maken? De eerste versie waarin je die challenges had, waarin je die huisjes had en dat soort dingen, hebben we in 3 maanden gemaakt. En die andere 2 toevoegingen, dus die battle en dat gifting, dat is gewoon door het jaar heen toegevoegd. Maar die eerste versie stond in 3 maanden, moest ook, dat was ook een eis van de klant. Dus, het voordeel is dat de klant ook heel veel haast had. Ik vind dat altijd heel fijn werken. Werkt altijd goed, hè? Tijdsdruk, ja. Ingeborg heeft ook nog een vraag. En dat is wat mij betreft tot nu dan nu even de laatste. En dan gaan we naar de pitches toe. Ingeborg. Ja, ook nog even terug naar het Rabobank verhaal. Wat ik al eerder opmerkte in de chat ook. Je hebt er ook echt een soort van verslavend item in gebracht. Dat mensen dus moeten blijven spelen. Want anders komen er scheuren in het huis en dat soort dingen. Ja. En ik merk aan deze kant van het onderwijs daar best wel heftige problemen in gameverslaving. Dus zijn daar nou geen opties om daar bijvoorbeeld een soort van een tegenwerking in te krijgen, een tegenmodel in te krijgen, zodat die verslaving niet zo erg om de hoek komt kijken? Ja, nou, ik moet je vertellen dat de Rabobank heel erg blij was met deze gameverslaving. Om het spel te kunnen winnen moet je heel veel leren. Maar het is juist een van de redenen waarom veel mensen naar ons toekomen. Omdat ze zo verschrikkelijk graag de motivatie en de betrokkenheid die je in games ziet in hun leerproces willen hebben. Kijk, de kans dat Rabobank medewerkers, zeg maar, 4 uur per dag... elke dag iQuest gingen spelen, dat is niet gebeurd. Het is meer een motivatie voor mensen om terug te blijven komen en nieuwsgierig te blijven dan dat ze 4 uur per dag spelen. Maar het is absoluut iets waar je aandacht voor moet blijven hebben. Maar voorlopig is het zo, als mensen verslaafd worden aan een serious game, dan ben je als opdrachtgever vrij gelukkig. Ja. Nou, dankjewel Jan-Willem en dank ook Ingeborg voor je vraag. Dus ik zou zeggen heel veel plezier en ik ben heel benieuwd waar iedereen mee terugkomt. Tot ziens!